baas werd. Turgeje nog? Oh, man, meester. Zou je dat dan nu ook kunnen vragen? Wat zou je ervan vinden als je nu bij mij op het bureau kunt komen werken? Maar, meen je dat nu? Natuurlijk meen ik dat. Waarom zou ik dat niet menen? Ja, omdat ik daar niet zoveel van ken, hè, van secretariaatswerk. Kun je met een computer werken? Ja, misschien wel. Ja. Maar heb je echt iemand nodig? Of doet het alleen maar om mij? Ja, ik heb echt iemand nodig. Simon, die is er niet meer. En Swa zit momenteel aan de telefoon, maar dat is niet zo zijn ding. En daarbij, die heeft eigenlijk veel andere dingen te doen, dus... Simon, heeft hij bij Verkamme gewerkt? Hm? Simon van Frank? Ja, 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 die Simon, ja. Er waren problemen met Frank en dat is nu opgelost en die is weg. Wist jij dat niet? Nee, nee, maar sinds dat ik zo niet meer in transmissie kom. Maar Rosa, die wist dat, hè? Hm. Ja, ze heeft er mij niks van gezegd. Maar we zien elkaar wel niet meer zoveel. Omdat ze niet de meter van uw kindje mocht zijn. Hm. Heeft Luc dat ook verteld? Mhm. Het schijnt dat ze er heel moeilijk mee heeft. Maar ik ook, ze, Marie. Echt waar, ik heb daar ook echt heel moeilijk mee. Ik werk hier, onder andere. Kijk, Walter, ik heb het u al gezegd. We hebben het heel druk, dus we moeten nu... Ik dacht dat jij uw ontslag had genomen. Je loopt achter, vriend. Je loopt serieus achter. Huh? Er is hier een en ander veranderd. Dat is goed nieuws voor mij, maar slecht nieuws voor u. Walter, Marianne zou het u zelf verteld hebben, maar... Wat gebeurt er hier in feite? Ja, ik zit er wel niks tussen, maar Jan zei... Wat zei Marian? Wat zei Marian? Dat uw aanwezigheid hier niet langer op prijs wordt gesteld. Ze heeft voor mij gekozen. Doe jij de deur dicht als je buiten gaat? Dank u. Je zult zo horen dicht gaan, vriend. Walter... Waarom heb jij het eigenlijk uzelf zo moeilijk gemaakt? Moest ik van u geweest zijn? Ik zou gewoon direct tegen die Mathilde gezegd... Ja, maar Marie, jij zei mij niet. Maar, weet je, je zou die eens moeten bezig horen. Dat, als die iets in haar hoofd heeft gestoken, dat is... Maar oké, oké. Maar het is en blijft wel uw kind, hè? Dus als er iemand is die mag beslissen over wie meter mag zijn, dan zeg jij toch wel? Ja. Maar Mathilde, dat is iemand die beslist in iemand anders zijn plaats. Ik moet u niet de les komen spellen. Nee, maar ik weet wel wat je wilt zeggen. Echt waar. Ik snap dat niet. Is hij dan zo dominant dat je daar niks kunt tegen inbrengen? Tuurlijk ligt dat ook aan mij. Maar weet je, ik heb dan zo geen zin in de zoveelste ruzie. Het ging dan juist wat beter tussen ons. Ja, ja, zo goed zelfs dat je er mocht gaan bijwonen. Ja, maar die is wel bezorgd om mij en ook om mijn kleinkind. Ze zal. Maar dat zal niet meer nodig zijn, hè, als je bij ons komt werken. Als jij zeker bent. Maar ja, maar natuurlijk ben ik daar zeker van. Om eerlijk te zijn, zie ik het echt niet zitten om Swa daar nog veel langer aan die telefoon te laten zitten. Dus... Maar allez, ik moet eigenlijk wel door. Zien of dat alles nog in orde is. Maar denk er eens over na en laat het mij weten, oké? Het is al beslist. Nee, ik vind dat eigenlijk echt een heel goed voorstel. Meen je dat? Ja. Dus je doet het. Dat is fantastisch. En wel, morgen is hun bureau helemaal opgeruimd tegen 9 uur. Dus als dat goed is voor u morgen? Ja, ja, voor mij. Hoe rapper, hoe liever. Oké. Okay. Oh, ik ben echt blij dat ik je nog eens gezien heb. Ik ook. En nee, morgen? Ja. Allee, Walter, kalmeert, jongen. Die map in mijn gezicht na ons pizza-avontuur wil ik u nog vergeven. Maar nu ben je te ver gegaan. Hey, maar waar heb jij het over? Walter heeft Robert gezien in de veranda. En die heeft hem verteld dat je voor Robert gekozen hebt. Dat is een uitstekende keuze, Marian. Zeker nu dat je weet dat je voor de rest van je leven met een oude slingerplant kunt doorbrengen. Prachtige keuze. Proficiat. Ja. Dat is toch niet goed. Thank you.
Voilà. Ik heb zo vlug ingepakt als ik kon. Ja, maar allee. Zo rap had u nu ook niet weer moeten naasten, hè? Ik heb hier nog wel even mijn bezigheid, hè? Ja, kan dat echt niemand anders doen? Ja, ah, Werner, ja. Hoe dat ik u zie, kan u meteen het grote nieuws melden. Ah, moet ik mijn notaris verwittigen? Ik ga bij Yvette inwonen. Ja. Oh ja? Oh, ja, sinds wanneer? Sinds vandaag. Allee, dat is spijtig. Oeh, zijn die blij voor ons? Jawel, maar ja... ja. Ik had gedacht dat je ter smisse zou overnemen, hè? Maar nu dat je... Ah, ja, maar alleen, u zegt er nu dat wij ter smisse niet meer gaan overnemen. Ah. Ah, ja, maar Stan vertelt hier juist dat hem vertrekt. Ja, dan is dat wat moeilijk. Om... Ja, ja, dat is van moeders, hè. Ah ja, omdat madame Jenny van hierboven weer dwars ligt. Ze wil dat we de opzegtermijn van haar appartement respecteren. Ze zou beter een keer beginnen met ons te respecteren, hè. We zouden anders het appartement van Jenny kunnen overnemen, maar ja. Ah ja, ja, ja. En Rosa die zal natuurlijk haar op zich ook helemaal willen uitdoen. Ja, maar ik dacht dat zij van uw gerant mocht blijven als jij het... Ah ja, maar dat zal moeilijk gaan, hè. Ah ja, als dat hier allemaal van ons wordt, hè, dan gaat hij maar op één ding uit zijn. Om zoveel mogelijk couilloneren. Nee. Hoe rapper dat die gezusters Verbeek hier buiten zijn, hoe beter. Ja, ze zijn niet van de gemakkelijkste, hè. Dat kan ik van mij spreken, maar ja. Maar Jenny vertrekt het zelfs om even het café over te nemen. Ik moet alleen verhuizen. Goed bezig. Kom, zeg ik wel even een talk doen. Ik heb toch even tijd. Is dat echt? Ja, ja, natuurlijk. Oh, ja. Oh, wat een geluk dat er nog redelijkheid bestaat op de wereld. Hè. Merci, Werner. Ja, meneer een advocaat. Ja, als u het zegt. Zeker. Dank u. Merci, dank u vriendelijk. Was hij al lang aan het bellen? Zij, nou moest je mij toch wel eens dringend spreken, zeker? Nee, ik bedoel mijn telefoon, hè, slimmeke. Waarom heb jij niet afgepakt en gezegd dat hij mij even moest wachten of zo? Maar ik mag je excuseren, maar... Ja, maar voilà. Zie je het, ze? Nou ben ik dus weer helemaal van mijn melk. Hè. En dan was ik zo goed bezig met de papieren en met een telefoon, dan belt hij een advocaat om te zeggen dat ze ons sociaal gaan betrappen. God, mijn jaar. Wel, waarom zeg je daar zo ondersteboven van? Dat is toch wat je wilde? Ik zou begot willen dat ik het niet zou moeten willen, maar dat is toch nogal allemaal een affaire, zeg. Zwa, het is goed dat je niet met je voeten laat spelen. Allee, kom, maar ga nu maar werken en houd er je koppen een beetje bij. Ja, hè? Maar het is gelijk gezegd, manneke. Dan zal ik er echt moeten mijn kop bijhouden, want ja, als ik het nu niet... Allee, maar ik kan toch moeilijk twee keer niet mijn ongeluk lopen? Dat gaat toch ook niet, hè? Want, ja, oké. Goeiedag. Zijn zo zelf. Oeh, dat is echt genoeg. Ja. Zet u. Dank je. Zeg, toen ik hoorde dat je bij Eva geweest waart, ben ik stantepede de auto ingesprongen. Ja, ik wou er eerst met u eens over hebben voordat Werner iets zou te weten komen. Ik zal echt blij zijn als je geïnstalleerd bent. Ik hoop alleen maar dat er nog wat plaats zal overblijven voor mij. Het zijn alleen maar wat kleren, hè? Desnoods laat ik ze in de valies. Oh, wat is het? Gaat op reis? Wacht maar tot Stanny dat spel hier gekocht heeft. Zullen die blijven lachen? Dat zullen we nog wel zien, Yvetteke. Zeg, dan zit jij niks vergeten. Pardon? Ja, voor niks gaat de zon op, hè. Je moet nog afrekenen. En voor zo'n rijke tist als jij zal dat zeker niet moeilijk zijn. Ja, maar dat doe ik wel met Rosa, hè. Zoals elke week. Zoals je wilt. In plaats van er zo nood zo snel te lachen, had ons beter wat geholpen. Maar ja, is natuurlijk weer te veel gevraagd, hè? Nee. Maar nee, ik wil zelfs een taxi voor alle bestellen. Nee, dat is niet nodig. We gaan wel te voet. Het zal ons deugd doen. Kom. De gierige tist. Ik denk dat we er tegen de Werner beter over zwijgen. Als die verneemt dat Eva van plan is om bij haar schoonfamilie in te trekken... Ik sta niet in voor de gevolgen. Het is daarom dat ik aan Eva gezegd heb dat ze hier kan komen werken. Dan heeft ze tenminste zelf een inkomen. En dan is ze niet zo afhankelijk van die schoonmoeder. Dat is een fantastisch idee. Ja. Hopelijk kan ze eindelijk eens haar goede voornemens in daden omzetten. Het is wel niet meer de Eva van vroeger. Hè? Die is zo onzeker. Hm. En volgens mij ook wel heel eenzaam. Zeg, hoe zou ze zelf zijn? Overgeleverd aan de grillen van de schoonfamilie. Ik ben wel blij dat ik ze nog eens gezien heb. Ik ben er zeker van dat zij ook content is.
Ze heeft een goede vriendin nodig, iemand gelijk haar. Ja, hallo, zeg. De siroop druipt eraf. Leuk. Ik meen het, ik meen het. Enfin, bon, tot daar aan toe. Ik ga u laten. In elk geval, bedankt voor wat je voor de Werner gedaan hebt. Wil jij niks hebben? Je ziet er zo bleek uit. Ik krijg niks binnen, jong. Allee, wat moet ik nu gaan doen? Zoals jij in de gaten houden, dat moet je doen. En zien wanneer dat sorry Casanova gaat binnenlaten. Dat moet je doen. En s'morgens, tjak, en het vogeltje is gevangen. Ja, maar dat weet ik nog zo helemaal niet wat jij daar vertelt. Met zo'n duurwaarder en de police. Ja, maar ja, het is nu toch ook niet of dat ze iemand kapot gemokt heeft, hè? Nee, ik weet het, ik weet het. Plezant is dat niet. Ik heb dat niet een tijd ook ondervonden. Toen ik achter de rug van Jenny met Simon had aangepapt. Toen had ze mij ook lelijk zitten. Ze zei, Jenny, amai. Allee, come on, pelkmans. Is ze nog niet lang genoeg gecoïneerd zoals Jan? Ja, maar ja, zeg, ja. Ja, wel, ja. Dan is het nu uw tour. Verstaat je dat niet? Profiteer ervan. Zie maar dat je deze avond op de uitkijk staat. Gelijk een zeer over op zijn schip, zo is hij. En dan kun je er ineens korte metten mee maken. Deze avond? Zeg, je bent niet goed zeker. Het gaat brood vriezen, zeg eens op televisie. Simon zal wel wat koffie maken, in een thermos. Zou jij met mij niet willen meegaan, jong, deze avond? Wat? Ik? Ja, jong, ja, allee. Dan heb ik iemand voor een woord tegen te klappen. Ik heb mijn eigen, hè. Ik kon mij niet weten wat ik het heb. Allee, het is goed. We zullen met de camionet gaan. Ik zal de chauffeur laten opstaan. Hoe? Ah, dat is goed. Ah, kom op. Ja, maar ja, maar dat pakt me nou toch, hè, dat je dat wilt doen. Zo. Ja, ik kom bollet niet meer af, want ze begint niet nog te blijven. Hallo? Ja? Ah, meneer De Vreese, ja? Nee, dat is... Dat is de rayon van mijn vrouw, hè? Ja? Ja, maar die is met een boekhouder. Momenteel, ja, met een boekhouder. Ik zal ze laten terugbellen, is dat goed? Oké, okay, ja, tot ziens. Ja, dat gaan we niet vrezen. Ja, Walter. Ja, wat? Zijn we nu een oldtimer? Ja. Merci dat je gekomen bent, hè, want... We kunnen wel een paar pinten gebruiken, om eerlijk te zijn, ja. Weet je dat ik kwaad ben op u? Zeg, wat is dat allemaal? Het is Marianne die eraan stelt. Och, jongen, ik heb al zo vaak tegen haar gezegd dat ze moet stoppen met die zwerts, dat dat verkeerd is, maar ja. Weet je, als ik naar die mens kijk, dat ik de neiging heb om in slaap te vallen? Maar dat is mijn probleem niet meer. Kom, ja, gaat gelijk. Trakteer. Ik loop op pijzen. Moeten we hier niks drinken, hè? Kunnen we net zo goed elders gaan, hè? Ja. Maar zijn serieus, er zit de pijzen. Serieus? Ja. Lang geleden, hè? Geest, hè? Ja. Allee. Ik ga er nog een botten op te smissen, hoe zit het? Het is altijd al een droom geweest om zo'n zaak te kunnen runnen, maar nu... Ja, vriend, wat zei je met al uw geld, hè? Als uw dromen niet uitkomen? Juist ermee, ik zit te pijzen om er definitief mee te stoppen. Om een groot kruis te maken, om veel te smissen. Pijzen zo. Ja, Jenny. Wat doen we? Gaan we naar de rust der ridders? Mooi zin in dwazen. Weet je dat? Voilà, zei het. Ja, kom. Ah, Jenny, het is goed dat je hier bent. Ik zet even mijn eitjes in de keuken. Ja. Vier puntjes. Hier zijn eens wat tafel zeggen daarin. Jo. Zeg eens numerose. Ja. Een uur geleden zag die er echt ook niet goed uit. Dus het ziet er niet uit dat ze al gaat terugkomen. Ja, Werner. Die heeft een zenuwinzinking, zeg. Ja. Door goed te slapen, te rusten en door gerustgelaten te worden, kan die erboven. Ja, ik weet het wel, maar ik hoop dat jij het werk van Rosa wat gaat overnemen. Hè. Er zijn hier juist al klanten weggelopen als ze niet op tijd bediend werden. Ja, ik ben er nu toch, hè? Ja, maar ga er ook zijn als je samen met Yvette moet werken. Ja, luister, Jenny, of dat je nu overeenkomt met Yvette of niet, dat kan me niet schelen. Maar het café moet blijven draaien, ook voor Rosa. En ik kan moeilijk een failliet café verkopen, hè? Of weet jij soms iemand die een failliet café gaat kopen, hè? Vier pintjes. Het is goed in het eigen hart te kijken, nog even voor het slapen gaan.
Of ik van dageraad tot avond geen enkel hart heb zeer gedaan. Hmm. Allee, op Alice Nahon. School. Ja. Spijtig dat Walter het zo moest vernemen. Erik was er niet gerust in. Dacht echt dat Walter het hem kwalijk zou nemen. Moest zij. Erik kan er toch niks aan doen dat Walter op die manier geconfronteerd werd met Robert. Zeg dat ze daar al kwaad moet voor zijn. Ja. Erik was in elk geval gerust dat Walter terug met hem wilde afspreken. Maar het zijn goede vrienden, die twee. Ja. En ik vrees dat ik vandaag een heel goede vriendschap verloren ben. Dat is waar. Maar langs de andere kant, ik betwijfel of hij anders zou gereageerd hebben. Ja. Ik zou het toch een beetje diplomatischer aangepakt hebben dan Robert. Maar Walter is niet de man van de nuances. Hè? Voor hem is dumpen, dumpen. Tactvol dat jij het ook zou hebben aangepakt. Nee, dan zou Robert me meer stijl gereageerd hebben. Wel, ik ben blij dat er in dit huis nog eens één iemand is die een beetje akkoord is met mijn keuze. Ja, ik vind Robert helemaal niet saai of stijf. Ik vind hem gedistingueerd. Dat maakt hem juist zo charmant. En doet mij altijd denken aan die acteur, wacht, hè. Allee, zeg het. Die tweeling speelt in die film. Jeremy Irons. Ja, Jeremy. Ja, nu dat je het zegt, hè. Ja, die heeft ook zoiets mysterieus. Dat is het waarschijnlijk waar Anne niet mee overweg kan. En dat mysterieuze, dat maakt het alleen maar spannender. Ja, in Hollywood misschien, hè. Come on, back to Belgium, wij. Op Robert. Op de lekkere sherry. Hier. Dus... Jenny, alsjeblieft. Ja, zeg, Werner, sorry. Werner? Die mensen roepen, dat zie je toch? Allee. Zeg, mag ik nog even naar de wc gaan of moet ik een pamperje aandoen? Wat dan, Dirk? Ja, ik kom direct, hè, mevrouw. Hey, Werner. Ja, leuk. Wat nieuws? Hoe? Huh? Is Jenny er niet? Ja, die moest even aan het toilet. Ja, wat nieuws? Ik heb Marie gezien daar straks en ik ben iets te weten gekomen dat niet alleen u, maar ook Jenny zal interesseren. Huh? Jenny, kom eens even. Ja, die ja. Kom er nu even bij, de Luc heeft nieuws. Eva, hey, ik wil bij verkomen. Marie heeft dan een job aangeboden en ze heeft ja gezegd. Allee, dat is niet waar. Ja. Dan gaan die twee elkaar terug zien, allee, dat is gewoon nieuws. Ja, zo heeft Mathilde het rijk niet meer voor haar alleen. Nee, nee. Allee, ik hoop dat ze terug wat goede vriendinnen worden. Ja, maar dan kan Eva zien dat we dan optrekken. Ah, ja. En kan Eva terug bijleggen met Rosa. Oh, die gaat blij zijn als ze dat allemaal hoort, dat goeie nieuws. Oh, want ik heb ook nog een verrassing voor haar. Hè. Ja? Ja, en ik ga direct naar boven zijn. Oh. Jij kunt de mensen wel aan. Die gaat blij zijn. Allee, Luc. Eentje van thuis, dat heb je verdiend. Weet je wat, Werner? Maak er een dubbele van. Allee. Ja, jip, vaas, hè. Jij ook nog wel, want hij is bijna op. Nee, jong. Pak me, pak me. Ja, manneke, zover is nagekomen, zeg. De vrouw die dat geld het liefste gezien heeft, die moet er nu gaan liggen bedeuvelen. Zwakke, wie dat zijn gat verbrandt, moet op de blazen zitten. Ja, maar ik vind het toch allemaal ambetant. Ja, ja, Tassie, Tassie, Tassie. Is hem dat niet, Tassie, die daar? Ah, wel zit hem namens een chique voituur. Die zal hem ook wel van de een of andere geleend hebben, zeker om tegen mij wat te kunnen stoeven. Ja, maar het is toch warm met al zijn jarden en hoe als le kwieten om de duur. Jij denkt toch niet dat hij zijn auto hier voor de deur gaat zitten, zeker? Die zal er wel hier vres tussen de bosken staan, zit Tom er zeker van. Easy. Ze gaan er al om beginnen, de niet een chief chef. Come on, pak ze, jong, pak ze. Red me daar, Frankie. Ik heb hem genoeg gezien, jong. Zwakke, moet ik het doen? Niet goed. Allee, come on. Hallo, met Pelkmans François. Ja, je mag dus zeggen tegen meneer de deurwaarder dat dat kan doorgaan. Ja. Voilà. Dat is gesproken, ga ik naar Vincent. Er riskeert dat niet van hier zelf morgen vroeg te staan. Hè. Doet dat niet, hè? Nee, doet dat niet. Niet doen, niet doen. Zijn mensen lief, ik gewoon deze nacht... Een stukje met een frak drinken, hè? Dat ik het allemaal niet meer aan weet. Kom, jong, dat we weg zijn. Nou, doe wat je wilt. Is er. En vast. Hé,
Ja, ik verwachtte niemand meer zo laat nog. Aangenaam. Kathleen Dekkers van Imo Dekkers. Ah. Ik hoop dat we niet storen. We zijn vandaag heel de dag voor jou in de weer geweest, Evatje. De juffrouw van het immobiliekantoor die heeft speciaal al haar afspraken verschoven. En onze inspanningen hebben vruchten afgeworpen, hè? Niet waar? Ja, ja, absoluut. Ja, het heeft heel wat moeite gekost, maar we mogen blij zijn met het resultaat. Maar ik kan even niet volgen, hè. Wij hebben een huurder voor jou gevonden. Wat? Ja, ongelooflijk, hè? Zo vlug. We zijn vanmorgen hier geweest, met kandidaathuurders. Maar ja, je was niet thuis. Ja, maar ik kan me toch niet herinneren dat ik u... We hebben met succes eigenlijk voor mevrouw Rijmers al haar kapsalon verhuurd. Ja, deze keer was het echt een schot in de roos. U ontvangt voor uw woning een huurprijs van €650. Had u al een verhuisdatum voorzien? Nee. Zo snel mogelijk. Ah, fantastisch, want de huurders wilden volgende week al in. Oei. Ja, is dat een probleem? Ja, eigenlijk wel. Ja, maar nee, natuurlijk niet, Evatje. Bij ons heb je toch alles? Ja, maar dat is dan niet. Maar hier staan nog heel veel spullen van mijn broers en zo. En ik ben van gedacht veranderd. Die verhuis hoeft ook niet meer. Ik heb een job gevonden. Goedemorgen. Vroeg, hè? Ja, ja. Goedemorgen. Allee, we zijn er allemaal zeker? Op mijn uurwerk is het exact 5:00. Tja, dan zullen we maar aan beginnen, hè. Ja. Ja. Oh, god, het is niet waar, hè. Dat doe ik nog. Abel, zit hem er nog? Zwaggel, doe me toch. Je weet dat je hier niet moet komen. Oh jong, ik weet het, maar dan vroeg ik me af, heb ik wel dus de sleutel gegeven? Ah ja, is goed, dat is hem. De wet verbiedt dat de echtgenoot aanwezig is. Ik moet u toch met aandrang verzoeken om direct ommekeer te maken. Ja, maar dat is geen probleem, meneer. Ja, meneer, je gaf van mij geen lasten, maar ik ga niet in de weg lopen. Je blijft hier buiten staan, anders is de betrapping niet geldig. Is goed. Is geen probleem. Ja, maar ja, als ons Suzanne me ziet, dan zal ze misschien met mij toch nog een klapje willen doen. Ja, maar ja, je weet het toch niet? Zwa, luistert. Jij zet u daar opzij en je blijft daar staan. Verstaan? Ja, zullen we... Zeg, mannen, weet je wel hoe laat dat is? Miljaar. Jij blijft bij de deur. Dat is weer iets van de Swa, zeker? Ja, hier is niemand, niet. Bol het maar terug af. Ja. Luister, hè, madameke, of je laat ons door... Ofwel moet ik u meenemen naar het bureau. En? Is ze nu content? Moeder, lukt hem ze? Ik had het nog gezegd, maar mogen samen een man te weinig, hè? Ik heb 5 minuten niet goed hier. Allee, een stukje van vol. Je moet gekloefd kan op mijn stuur, jongen. Hé, ik heb niks gedaan, ze. Ben jij even pas bij, maat? Ze zijn wel content, hè? Klootzak. Ik haat u, hè? Ik haat u!